Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Nou, vandaag gaan wij de eerste paal slaan voor de bouw van ons Breeding Technology Center in De Lier. Wordt wel spannend, of niet? Ja, het is een moment waar we enorm naar uit hebben gekeken. We zijn sinds 2016 grootschalig aan het inzetten op het inbouwen van technologie in de Duurman Orange veredelingsprogramma's. En nu krijgen we eindelijk de faciliteiten die daarbij nodig zijn. En wat betekent dat, de faciliteiten die daarbij nodig zijn? Nou, hier komt ruimte voor alle disciplines van breeding technology die we hebben binnen Duurman Orange. Dus laboratoria voor fytopathologisch onderzoek, maar ook diagnostisch onderzoek en celbiologisch onderzoek. Eerst zal onze managing director R&D Hans van de Heuvel de dag openen. Dan zal ik toelichten welke activiteiten wij hier gaan ontplooien. Onze bouwcoördinator Kees Hertog zal laten zien welke faciliteiten wij hier precies gaan bouwen. En dan is er de raad van commissarissen van BC Partners en de burgemeester Agnes van Ardenne. Dank u wel voor deze uitnodiging. Dit is een kans. Een kans voor een meisje dat ik speelde als kind. Aan de overkant van nummer 14 woonde mijn oom en ik kweekte rozen. Het is wel spannend, want jullie maken echt grote sprongen, hè, met Duurman. Ja, het is heel spannend, maar het is ook heel leuk. We hebben een heel groot en gemotiveerd onderzoeksteam. En iedereen zit vol met nieuwe ideeën. En het is echt leuk om te zien dat het ook allemaal nu waarheid wordt. En waarom deze locatie? Ja, dit is ook het hoofdkantoor van Duurman Orange. Het is fijn om dicht bij de veredelaars te zitten. Veel van onze veredelingsprogramma's zijn ook hier. En het is ook een mooie sector waarin veel van de gemotiveerde en getalenteerde mensen die we nodig hebben ook te vinden zijn. Ja, we werken hier natuurlijk al best een tijd naartoe. We hebben veel dromen gemaakt over hoe we het zouden willen zien. En vandaag gaan we het ook echt bouwen. En nu moet jij ook nog spreken, toch? Ben je zenuwachtig? Ja, een beetje spannend is het altijd wel. Maar het is vooral ook heel leuk om mensen uit te mogen leggen wat we hier gaan doen.